Welkom allemaal bij het vak elektriciteitsleer, les 1 de basis. Gedurende deze les zal ik jullie kennis laten maken met de verschillende weerstandsschakelingen binnen de elektrotechniek, dus kijk mee. Om te beginnen kijken we naar de grootheden en SI-eenheden-tabel. Hierin zie je bij iedere grootheid de bijbehorende letter eenheid en symbool, indien die deze heeft natuurlijk. Het is belangrijk dat je deze weet en dat je hem goed kan invullen bij het maken van een berekening. Laten we gaan kijken naar de formules die we zullen gebruiken in de aankomende lessen, maar die je vast ook zult gebruiken tijdens je eigen les. En om deze te onthouden, grotendeels maken we gebruik van deze driehoek. En deze driehoek geeft het verband tussen spanning, stroomsterkte en weerstand. En deze driehoek verwijst naar de wet van Ohm. En dan toveren we er gewoon nog een driehoek bij, namelijk de driehoek P, U, I. Deze driehoek geeft de relatie tussen vermogen, spanning en stroomsterkte. Maar wat kunnen we dan met zo'n driehoek, zou je afvragen? Nou, het is heel simpel. Stel dat we de letter P willen weten. P staat tenslotte voor vermogen. Dan functioneert deze middelste streep als een deelstreep en deze punt als een vermenigvuldiging. Aangezien wij alleen de U en I hebben, bestaat. De formule uit p is u maal i. En uit onze, vermogens, uit onze formule tabel valt dit ook te herleiden. Laten we naar een ander voorbeeld kijken. Stel dat je de weerstand wilt weten, dus letter r. Dan kijk je vanaf bovenaf en dan zie je dat het dus u gedeeld door i wordt. Dus zo werkt deze driehoek. Oefen een paar keer en controleer of je op dezelfde waardes uitkomt zoals in de formule tabel. We kijken naar de serieschakeling. Wat belangrijk is om te weten is dat in een serieschakeling de stroom overal gelijk is. De spanning wordt echter verdeeld. Je ziet ook u-totaal is u1 plus u2, etc. etc. bij meerdere weerstanden. En de vervangingsweerstand is niks minder dan de som van alle weerstanden in een schakeling bij elkaar opgeteld. De blauwe punten die je te weten Onthoud deze. Gaan we kijken naar een parallelschakeling. In tegenstelling tot de serieschakeling is bij een parallelschakeling de stroom verdeeld over de weerstanden. Door de weerstanden. Uh, en de spanning is overal gelijk. En bij een serieschakeling was dat niet het geval. Dus dit zijn voornamelijk de twee hele grote verschillen tussen serie- en parallelschakelingen. En de vangstweerstand berekenen we in een parallelschakeling door middel van. De formule 1 gedeeld door Rv, wat staat voor 1 gedeeld door vervangingsweerstand, is 1 gedeeld door R1 plus 1 gedeeld door R2, etc. etc. bij meerdere weerstanden. Weet je nou niet hoe het werkt met breuken, etc.? Dan raad ik je aan om te kijken naar een eerdere les van mij over rekenen, waarin ik uitleg hoe je breuken bij elkaar moet optellen. Gaan we kijken naar een gemengde schakeling. Een gemengde schakeling is niks minder dan een serieschakeling en een parallelschakeling in één schakeling. Als het ware, je ziet dat de weerstanden R2 en R3 in serie staan. En als we van deze twee nou weer één weerstand maken, dat doe je door een vervangingsweerstand van te maken. We hebben immers geleerd dat de vervangingsweerstand in een serieschakeling uh, de som is van de weerstanden, zoals hier bij deze formule is weergegeven. En vervolgens Zien we deze twee dus als één weerstand en daarna kunnen we de formule van de parallelschakeling daarop loslaten. Ik ga jullie ook leren in later lessen hoe het werkt met stroom- en spanningsdeling. Dus daar komen we later op terug. Kijken naar. En ja. Nu gaan we even kijken naar wat we hebben besproken en gaan we het samenvatten. Dus de serieschakeling. We hebben geleerd dat in een serieschakeling de stroom overal gelijk is. De spanning echter is verdeeld en de formule voor de vervangingsweerstand is dus is R1 plus R2, dus alle weerstandswaardes bij elkaar opgeteld. In een parallelschakeling, welke er zo uitziet, is de stroom verdeeld en is de spanning overal gelijk. Voor het uitrekenen van de vervangingsweerstand maken we gebruik van de onderstaande formule. Alle blauwe punten zijn aandachtspunten, deze die je te weten en die je te kunnen toepassen op een toets. En als laatst de gemengde schakeling, welke er zo uitzag. De stroom wordt verdeeld, we berekenen de stromen dan ook door middel van stroomdeling. Dat is de makkelijkste methode. Overigens kan je het ook gewoon met de wet van Ohm uitrekenen, maar ik ga jullie leren hoe het werkt met stroomdeling. Ook laat ik de andere methode zien en de spanning. Wordt ook verdeeld en die berekenen met de spanningsdeling. Je ziet dan bij stroomverdeling dat daarboven R2,3 staat en bij spanningsdeling R1. En daar zit het, hem, het verschil in. En daar kom ik dus in een later les op terug omdat dat toch wat meer aandacht vereist. De volgende les zal gaan over serie schakelingen. Maar voor nu en als laatste de vangstweerstand is dus de twee verschillende formules ja, toepassen. Dit was de basisles. Hierin heb je kennis gemaakt met de verschillende weerstandsschakelingen en heb je naar de formules gekeken. Kijk er nog eens naar, probeer te begrijpen. De volgende les gaat over serie schakelingen, waarin we specifieker erop in zullen gaan en vragen zullen maken. Tot dan!